Dag allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Dit keer dus weer een weekvlog. Hier zitten we in de auto. Ja, even 10 keer checken of mijn haar goed zit. Maar we waren onderweg naar een verjaardag van de overbuurjongen. Dus kijk gezellig mee en ik zou het heel leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. Kom. Ik hoor iets. Wil papa vasthouden? Ik hoor iets. Hoor je iets? Nee. Zeker? Ik hoor iets. Ja, dat is het cadeautje van Jamie die hoort. Ja, mama kan er toch niet op, lieverd? Nee. Het is voor de kindjes. We zijn weer thuis. De kleine meid heeft enorm genoten. Zoals jullie zagen, er stond een springkussen en er waren allerlei lekkere hapjes. Dus die heeft zich enorm vermaakt. Wat ik nu ga doen is iets wat ik echt al heel lang op mijn lijstje heb staan. Maar wat ik constant uitstel slash ontwijk. En dat is de badkamer schoonmaken. Maar ik ga hem echt grondig aanpakken. Ik ga er met een voegenbeschermer overheen. En hier heb ik een ontvetter. Dus het wordt serious business. Ik ga me dus eerst even omkleden. Want nou, dat kan natuurlijk niet in deze outfit. En dan gaan we aan de slag. Ja, wat is die voegenbeschermer nou exact? Kijk, zoals je kan zien hebben wij last van verkleurde voegen. En hoe vaak ik het ook schoonmaak, hoe netjes ik het ook bijhoud, je ontkomt er gewoon niet aan. Dus die voegenbeschermer die kwam op mijn pad. En ik dacht, nou dit is natuurlijk gewoon het antwoord. Wat deze stift doet is een laagje achterlaten over je voegen. Dit laagje is permanent, vlekbestendig en waterafstotend. En dat is exact wat ik nodig heb om de voegen te beschermen tegen vlekken en verkleuring. Hoe werkt dit nou precies? Eerst maak je de badkamer heel goed schoon en dan ga je er overheen met een ontvetter. Deze laat je even inweken, zo'n 30 tot 60 minuten en dan spoel je het af. Na het afspoelen moet je ervoor zorgen dat de voegen ook echt goed droog zijn, anders heeft het natuurlijk allemaal geen zin en dan kan je aan de slag. Nou, daar gaan we met de voegenbeschermer. De badkamer is schoongemaakt, helemaal droog, want dat is wel belangrijk. Nu begint het leukste gedeelte en dat is dus deze nanostift gebruiken. Dop eraf en dan de onderkant draaien. Zien jullie dat? Daar gaan we. Zo, je ziet dus dat er een beschermlaagje op komt. En dat is doorzichtig. Oké, ik ben helemaal happy. Blij dat ik het gedaan heb. Dit zijn van die klusjes die je altijd uitstelt. Maar als ze eenmaal gedaan zijn, dan ben je hartstikke tevreden. En volgens mij hoor ik Noor op de achtergrond, dus die is wakker. Die gaan we van bed halen. Ah, wat is jij? Oké, handen zo. Wat is jij? Handen wat tillen. Die kan jij tillen, schat. Spekjes. Spekjes. Wat is dat? Sun. Sun. Oké, wat heeft die man van mij allemaal gescoord? Deze hair and body. 2+2. Aangezien mannen maar één product gebruiken voor alles. Dus voor haar en het lichaam en het gezicht. En noem maar op. Pampers. En dan. Oh, oké. En dan de nightpants, want in de normale lekt mevrouw door. Sun voor een tientje, 60 tabletten. Fleuril, 4 stuks. En deze zijn echt top voor mijn krullen van Sayos. En het is ook nog Curly Girl approved. Dus nou, heeft hij goed gedaan hè, die man van mij. Allebei moet in de weg halen. Ja, allebei. Eet smakelijk. Eet smakelijk, mama. Joehoe, we hebben de werkdag weer overleefd. Het is 5:30 en ik ben thuis. En ik ben al sinds vanochtend heel vroeg op. Want ik ben om 6:00 gaan sporten. Lekker naar de CrossFit. Ik heb het alleen niet gefilmd, dus jullie geloven me waarschijnlijk niet. Nou, ik heb er wel een short van gemaakt. Dus
kijk even op mijn YouTube pagina. Ik ben er echt geweest, ik heb bewijsmateriaal en aankomende maanden ga ik gewoon weer. En dan ga ik het wel filmen voor jullie. Jij bent de perfecte partner, jongen. Ik vind die Nutella potten. Betrapt. Als ik hem uitleven. Lekker zeg, kom je thuis? Dan wordt er al gekookt voor je. Ik heb vandaag een tray bake op de planning, maar ik moet zo naar school, dus het wordt een beetje haasten. Ik heb al dit voorbereid. Dat gaat zo in de oven, alleen ik ga nog even snel een zoete aardappel schillen en dan koken. Kan dat er ook bij en dan kan het in de oven lekker bakken. Dit is echt wel een flinke joekel. Mijn god. De zoete aardappel had ik in stukjes gesneden en je ziet op de achtergrond dat die aan het koken is. Toen ging ik door met het kruiden van de groenten. Eerst deed ik wat zout en toen ging ik door met knoflookpoeder en ik deed wat uienpoeder, ook heel lekker. En vervolgens gooide ik er een kruidenmix overheen. Ja, deze heb je hier eigenlijk niet in Nederland, want deze hebben we van mijn schoonouders gekregen. Die hadden ze meegenomen vanuit vakantie. En ja, je kan zelf gewoon even een leuke creatie van kruiden maken. Ras El Hanout werkt ook heel goed hierop. En als laatste deed ik nog kaneel. Echt maar een vleugje, want dat heeft een hele sterke smaak. Dus niet te veel, anders overheerst dat. En ik vind een tray bake altijd heel lekker om met couscous of met bulgur te eten. En in dit geval gingen we voor bulgur. Het is ook altijd nog lekker om een stuk vlees bij te doen. Maar dat is eigen keuze. Zelf doen wij altijd kip erbij. Maar runderworstjes zijn bijvoorbeeld ook super lekker. Of nou, verzin het maar. De zoete aardappeltjes die waren helemaal gekookt. Dus die gooide ik bovenop de tray bake. En toen heb ik alles goed door elkaar gehusseld. Als alle kruiden goed verdeeld zijn, dan mag je eigenlijk in de oven en dan is het gewoon een kwestie van pakken. Nou, ik red het helaas niet om te wachten op het eten, dus ik heb even restjes van gisteren. Oeh, gaat die bijna. Pasta is het geworden en de tray bake zit nog in de oven, maar ik moet echt gaan, anders kom ik te laat op school. Dus ik stap nu in de auto en ga ik richting Amsterdam. Ik ben letterlijk voor 10 minuten naar Amsterdam gereden. Oh mijn god, ik heb zo lang vastgestaan in de file. Dus ik denk, wat is er nou aan de hand? Eerst dacht ik, oh, dit is zo wel voorbij. Maar goed, ik zag allemaal verkeersregelaars en ik zag allemaal pionnetjes. En nou, alles was afgezet. Dus ik denk, oké, dit gaat toch wel even iets langer duren. Dus ik wachtte en wachtte en wachtte. Ging er een half uur voorbij. Ik denk, nou, dit klopt niet. Oké, dus ik googelde. Wat bleek? Er was een concert van AC/DC gaande. Of tenminste, die is vanavond in de Johan Cruijff Arena. Nou jongens, voor degene die AC/DC niet kennen, dat is dus een band. Een rockband van, nou ja, vroeger zeg ik maar, want het is echt ver voor mijn tijd. Het is niet mijn type muziek. Maar oh mijn god, ik ben dus uiteindelijk voor 10 minuten in de les geweest. Nou, top! Nou, helemaal klaar mee. Ik ben nu dus weer thuis. Uiteindelijk heb ik langer in de auto gezeten dan dat ik in de les zat. Dus ik heb mezelf maar even verwend met een McDonald's. Heerlijk, eet smakelijk jongens. Ik heb ook wat mee voor Bas. Die wilde kip 9. Ik heb voor mezelf van die kaassnacks. Ik ken het niet, maar het ziet er super lekker uit. Dus nou, even proeven. Ik heb dus die. En kip 9 met natuurlijk hoort daar barbecue saus bij. Oh, dit is sweet en sour voor deze. Maar ik heb hiervoor barbecue saus.
En zelf heb ik een chili chicken. Lekker hoor. Goedemorgen jongens. Let niet op mijn haar, want ik heb gesport. Het zit helemaal wild. Maar ik had een pakketje besteld bij de Shein, of Shein, wat het ook is. Voor door haar kamer nog een aantal dingen. Dus ja, het is een beetje laat. Maar ja, bij Shein, hè, als je daar iets bestelt, dan duurt het gewoon eventjes. Ik ga het even uitpakken. En als het goed is, hebben jullie allemaal mijn filmpje gezien, hè? De kamertransformatie, die ik online heb gezet op mijn YouTube-pagina. Waarin ik dus Noor haar kamer verbouw. En ik ben zo blij met het eindresultaat. Het ziet er echt heel schattig uit. Even het pakketje open knippen. Nou, dit zijn dus van die bakjes die ik echt nog nodig had voor Noor haar ondergoed. Dus die ga ik nog even in haar kast plaatsen. En ja, hier zitten dus 3 posters in. Maar die ga ik toch terugsturen. Want ik heb geen plek meer om deze op te hangen. Ik dacht eigenlijk dat ik ze boven de regenboog wilde hangen. Die dus, hè, die grote regenboogsticker. Als je mijn filmpje hebt gezien, dan weet je waar ik het over heb. Maar daar is dus geen ruimte meer voor. Want die kast staat er nu voor. Ik laat het zo nog even zien. Maar deze gaan terug. En, nou, wat is dit nou weer? Doe eens normaal. Ik had dus een kussen besteld, een wolk. Maar ik dacht dat die veel groter was. Deze is gewoon echt letterlijk. Nou, hoe groot is dit? Ik zal er even iets naast houden. Dit is een schaar. Deze schaar is dus nog groter dan dit kussen. Oké, nou, ik stuur deze ook maar terug. Ja, want dit is echt een mini een wolkenkussen, zie je dat? En daar heeft ze gewoon echt helemaal niks aan. Ik dacht dat die groot was. Dit is al de tweede keer dat ik bij Shein een kussen bestel. En waarbij die dan groot lijkt. En ik heb de afmetingen gekeken. Deze zou dus 36 bij nog iets moeten zijn. Dus dat is, nou ja, groter dan de lineaal in ieder geval. Maar goed, oké. Twee dingen die teruggaan. En, oh ja, dan heb ik deze nog. Dit is wel echt iets waar ik op zat te wachten. Dat is zo'n schort die Noor altijd aantrekt bij het eten. Want ja, ik heb geen zin om constant maar kleren te wassen. Ik was me al rot. Dus tijdens het eten vind ik zo'n schort echt top. En deze vouw je dan zo naar binnen. En is het een bakje die dan het eten opvangt. Dus deze is wel heel schattig met paddenstoeltjes en wat zijn het? Eekhoorntjes of zo, bloemetjes. Van alles en nog wat. Dus die is super leuk. Daar ben ik blij mee. Dit is de achterkant. Je klikt hem gewoon zo dicht. Hij ruikt wel echt naar chemisch, dus deze moet ik even laten luchten. En dan had ik nog deze clip, die ik dan gratis mocht uitkiezen. Die vond ik wel schattig. Een hart. Hartjesvorm. Die is wel leuk. Ik heb nu gewoon een basic zwarte in. Dus die doe ik even uit. Zien jullie dat? Hij is schattig in ieder geval. Nou, ik weet niet of je het ziet. Maar het is zo'n hartjesvorm. Nou, al met al prima dus. Deze twee dingen die ga ik even installeren. 1 eetschortje. Een clip. En deze gaan dus terug. Ik ga die lade ook gelijk maar even installeren. Ik heb dus al deze organizers erin. En nu wil ik eigenlijk even al haar ondergoed in zo'n bakje plaatsen. Dus die gaan we even openen. Oh, hij is gewoon zo heel makkelijk.
In en uit klappen, oké. Okay. Nou, die past precies hierin. Oh, alleen hij klapt wel dicht. Dat is wel jammer. Zien jullie dat? Nou, even kijken of dat op den duur... of dat wegtrekt. Maar dan wilde ik dus eigenlijk al haar onderbroekjes hierin doen. En dan heb ik er nog eentje besteld voor haar hemden. Maar goed, ik twijfel nog of ik het allemaal in hetzelfde bakje doe. Dus hier de hemden en hier de broekjes. Of dat ik gewoon één hele bak doe met broekjes. En één hele bak met hemden. Maar dan kan ik dat beter... kan ik beter één hele la daarvoor reserveren. Ik heb namelijk nog... Ik zal het even laten zien. Ik heb namelijk nog twee... lades over. Ja, die moet ik nog even opbergen. Dan kan ik dat misschien hier wel doen. Dat is een goed idee. Dit is een... ja, een broekpakje. Die kan ik beter hangen, denk ik. Schattig, hè? Nou, ik ga nog even puzzelen. Oh, wacht mensen. Koekoek. Ik zie dus natuurlijk dat dit er nog in zit. En dat... Let op. Dat gaat, die moet je hierin doen. En dat zorgt ervoor dat die... Dat die recht blijft. Natuurlijk, jongens. Koekoek. Dus dit moet erin. En dan gaat die niet meer inklappen, zoals je ziet. Dus oké, okay, dat is al een stuk beter. Alle broekjes gaan hierin. En dan doe ik dus die andere voor alle hemden. Maar de meeste hemden liggen nog in de was. Dus die ga ik nog even vouwen en dan ga ik daar ook een la mee vullen. En ik moet sowieso nog extra ondergoed en hemden kopen. Dus nou, in ieder geval, dit is dus de oplossing, dat dingetje erin. Ik ga gelijk even douchen aangezien ik gesport heb. En ik wil jullie nog wat laten zien, want ik heb dit weekend heb ik natuurlijk de badkamer schoongemaakt en de voegen gedaan. Ik ben er met die... voegenbeschermer overheen gegaan. En ik ga jullie even het resultaat laten zien. Want ik stond serieus versteld. Het werkt oprecht heel goed. Let op. Oké, okay, ik doe dus even de douchekop aan. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Als ik hier dus overheen ga, dan zie je hier dus letterlijk een rand waar het water overheen loopt, omdat daar die voegenbeschermer op zit. Dus je ziet gewoon de rand lopen van waar het beschermd wordt. Hier op de zijkant ook. Je ziet dus dat het langs... langs die rand loopt. Geniaal, toch? Ik laat ook even de grond zien. Ik heb hier dus even wat water overheen gespoten en nu zie je hier letterlijk een rand van waar ik de voegenbeschermer heb gesmeerd. Bizar toch? Dus ik ben erg tevreden hiermee. En het fijne is dat ik dus ook nog wat over heb van die pen, dus ik kan het over een tijdje gewoon weer bijwerken. Super handig, echt topspul. Nou, als jullie twijfelden, ik ben even gaan douchen. Als jullie twijfelden aan het resultaat, kijk even hiernaar. Ik was echt flabbergasted toen ik dit voor het eerst zag. Je ziet exact de scheiding van waar ik de voegenbeschermer heb opgesmeerd. En dat het er gewoon langs loopt, het druppelt er gewoon naast. Super. Ik eet nog even lekker die tray bake die ik gisteren heb gemaakt, maar waar ik niet aan toe kwam. Die eet ik even op en nog een lekker koffietje drink ik. Oeh, daar ging bijna dat bord. Oh, wat erg. Oké, ik heb hem net op tijd gered. Ik drink nog even een koffie en dan ga ik deze troep in orde maken. Kijk, wat een troep. Dit mag naar de opslag. Die verfpotten daar mogen ook naar de opslag. Daar staan nog wat oude dozen die weg moeten. Ik blijf aan de gang, jongens.
Mama's hebben nooit rust. Mijn god. Oké. Ik klaag niet door verder. Goedemorgen, Moppie. Goedemorgen, mama. Heb je lekker geslapen, liefie? Ja. Ja? Gelukkig. Hé, papa gaat zo weg. Oh jee, gevallen. Hé, Noor, papa gaat zo'n weekendje weg en dan zijn we met z'n tweeën. Op pad. Gezellie! Ja, gaan we met z'n tweeën op pad. En even pad open slaap. Vind je dat gezellig, schat? Ik ga rassen. Hé, hey, Noor. Ja. Vind je dat gezellig? Ja. Ja? Waar ben je mee bezig? Met steen heen. Wat voor steen heen? Rassen. Oh, gevallen. Mag ik het eens zien? Ja, doe nog een keer. Nee, ik mag niet pakken. Oh. Ik moet in de zak. Oh, moet in de zak. Oh, wat heb jij? Een zakje. Heb je iets in je zakje? Doe maar hier. Nee, ik wil het dus in mijn uit. Niet uit? Of wel? Oh! Dat zijn gelukstenen, wauw. Nee, jij mag niet verpakken. Oh, sorry zeg. Ik moet even uit. Oh, even uitpakken. Wacht, een blauwe andere. Dit is de blauwe. Oh. Mooie edelstenen heb jij, zeg. Eén. Wauw. Zo. Alle steentjes nu klaar. Alle steentjes nu klaar. Ja. Kijk eens, Noor. Ja? Het zonnetje schijnt heerlijk. Hey, mama maakt eventjes jouw gordijntjes vast. Ja. Met deze bloemetjes, hè? Ja. En dan kan jij alvast je eigen kleren uitkiezen uit je kast. Ja. Wil je dat doen? Ja, doe even onderbroek aan. Nee, je moet eerst nog, die ligt daar op de grond. Eerst even je onderbroekje aan. Mama, mag ik hem even in die servietje aandoen? Moet ik hem aandoen bij jou? Ja. Tuurlijk, schat. Kijk, dan doen we zo. Strikje moet altijd voor. Ja, en net deze. Ja, dezelfde kleur. Kom maar. Waar is de meester? Nee, strikje zit niet op je hemd, schat. Ah. Alleen op je broekje. Dat is een ander hempje. Kom maar. Jij gaat zien waar mijn witte trui is. Oh, ik wil banden. Ik wil de banden. Nee, liever, dat kan even niet. Nee, dat kan niet, schat. We gaan even normale kleren aantrekken. Okay. En niet deze. Ook niet deze. Ook niet die, liefje. Even normale kleren, oké? En deze nog. Ik wil de andere. Wat wil je aan? Eerst even een broekje uitkiezen. Oh. Oh, hij gaat naar achteren, zie je dat? Ja.
Wat wil je aanschat? Kies maar een broekje. Hé, weet je wat we ook kunnen doen? Ik heb een leuk tuinbroekje. Tuinbroekje? Ja, met hartjes. Oh, mag ik kijken? Ja, tuurlijk mag je kijken. Die met hartjes. Vind je die leuk? Ja. Doen we deze aan? Die is leuk, hè? Ja. Oké, en wat voor shirtje doen we daarbij aan? Ik wil misschien niet. Kijk, Noor, hier liggen de shirtjes. Hallo. Ja, schat. Ja, in de kast. Hé, hey, deze is leuk. Nee, ik wil deze aan. Ja, daaronder, liefje. Die moet onder, hè? Nee, ik wil deze aan. Oké, die gaan we aandoen. Dit is een mooie jurk. Ja, die is heel mooi. En we die dansen. En we kunnen ook voor dit shirtje gaan. Nee, ik wil deze niet aan. Deze eronder? Ik wil deze niet aan. Oh, toch niet? Nee, ik wil toch. Wij hebben gezellig dit weekend een meidenweekend, want Bas is met zijn vrienden een weekendje weg. Dan hebben ze altijd een buitenlands tripje, 1 keer per jaar. Dus die hebben we net uitgespijt. En dat betekent dat Noor en ik het hele weekend samen hebben. Super gezellig. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen. Zometeen gaan we dus even naar de stad. Even kijken voor nieuwe dingetjes. Ja, ik moet nog een pakketje terugbrengen van de Intertoys trouwens. Dus dat gaan we doen. En ik wilde even schoenen kijken. Ja, en even langs de Zeeman of iets dergelijks. Gewoon even meidentijd. Ik heb echt veel te leuke dingen gescoord. En deze lekkere dingen. Maar dat even terzijde. Bij de Zeeman dus. Dit broekje. Met dit topje. Dat is een setje. Maar als je dit topje erboven doet. Is natuurlijk ook super schattig. Kijk dan. En toen zag ik dit broekje. Ook echt heel schattig met dit topje. Dus ik heb gewoon 3 leuke setjes. En toen zag ik ook nog dit broekje voor €2,99, jongens. Nou, dat kost echt gewoon een drol, helemaal niks. Dacht ik, voor €3 neem ik deze ook. Maar is toch super leuk. Daar kan dan weer een wit shirtje op of iets anders. Maar helemaal happy. Helemaal goed geslaagd. Leuk, hè? Dag, jongens. Ik heb vandaag zo slecht gefilmd voor jullie. Het spijt me, ik had te maken met een terrorpeuter. Echt waar, ze heeft me vandaag toch geruïneerd. Ja, ze was niet te pruimen, dus ik weet niet wat het probleem is. Ik denk dat ze gewoon hartstikke moe was. Geen idee. Ze ligt nu wel op bed, alleen het is wel tijd om wakker te worden, want het is 4:15. Dus ik ga er even wakker maken. Zo, ik ga er even wakker maken. En ja, mijn excuus is dus dat ik jullie niet heel veel heb meegenomen vandaag. Maar als zij zometeen van bed is, gaan we toch nog even naar buiten. Dus dat zal ik nog even gezellig laten zien. En dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Hey, wisten jullie dus dat skinny jeans helemaal niet meer hot zijn? Dat heb ik dus laatst geleerd. Ik ben nu dus tegenwoordig heel veel van de mom jeans en de losse fits. Want ja, dat is gewoon de mode van tegenwoordig. En je moet meegaan, hè, met de tijd. Dus deze heb ik nieuw. Hartstikke blij mee. Ik had nog een grijze nodig namelijk. Alleen is deze wel iets korter. Want eigenlijk is de nieuwe mode dat je broek helemaal tot aan de grond komt. Wisten jullie dat? Ja, dat is de nieuwe mode, jongens. Dat je dus op je broekspijpen loopt eigenlijk. Nou, hoe dan ook. Ze zitten wel lekker altijd, die losse broeken. Dus ja, ik ben om. Oh, en nog iets. Ik zie dus net dat we de 5000 abonnees hebben gehaald. Wauw, dat is echt super snel gegaan. En ik ben zo blij en dankbaar dat jullie mijn filmpjes leuk vinden en allemaal kijken. Het is niet te geloven. Ik ben denk ik echt een aantal maanden geleden hiermee begonnen. Ik denk een klein halfjaartje. En ik heb 5000 abonnees. Nou, ik vind het echt
top. En ik ben heel blij dat jullie mijn content leuk vinden. Want ik vind het ook echt steeds leuker om weekvlogs te maken. Ik weet niet of jullie het merken, maar ik krijg er echt steeds meer plezier in. Als ik mijn allereerste weekvlog terugkijk, dan denk ik echt... Meid, wat ongemakkelijk. Wat zit je er ongemakkelijk bij? En nu ben ik toch steeds meer mezelf en kom ik steeds meer losjes. Dus ik haal er veel plezier uit. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar goed, ik ben dus echt dankbaar voor de 5000 volgers. En uiteraard wil ik een kleine giveaway doen. Dus ik zal op mijn pagina even een poll maken. Want volgens mij heb ik een combinatie van wat jongere volgers... Abonnees, sorry, hier heet het abonnees. Wat jongere abonnees en wat oudere abonnees. Dus ik zit nog een beetje met van, wat voor pakket wil ik dan maken? Of tenminste, wat voor giveaway wil ik dan doen? Dus ik zal even een poll maken met, wat vind je leuk? Wat heb je nodig? Wat zou je graag willen ontvangen? En ik hoop dat jullie allemaal eventjes een stem uitbrengen. Of misschien doe ik geen poll, maar gewoon stel ik gewoon de vragen waarbij jullie daaronder kunnen reageren. Dus ik moet even kijken wat net handiger is. Maar goed, 5000 abonnees. Ik ga even een verhaaltje lezen. Ik wil dat wel. Ik ga weg. Hey, kijk, hij schaats. Schaatsen? Ja, dat lijkt erop, maar het is skateboarden. Skateboarden? Ja, skateboarden, schat. Oh, dus niet schaatsen, skateboarden? Ja, skateboarden. Wat deed dat? Wat deed dat, mama? Wat doet dat? Kijk, meneer. Ja, dat is een meneer. Dat is een jonge man. Ja, mijn man is dat. Ja. Op een trap. Op een trap is dat. Op een skateboard. Op trap is dat. Oké. Het is niet op skateboard. Oké. En het lijkt op wel. Ja, het lijkt erop van wel. Ik lijk op niet. Oké. Het lijkt op wel. Hij is skateboard is te klaar. Ja. En steek je dit daar en steek je het op een boek. Oké. Zullen we kijken of we kunnen eten? Nee. Oh. Ik moet even kijken aan de kant. Oké, is goed. Geleren moet. Nou, die praatjes maken weet het weer mooi te brengen allemaal. Het eten is klaar. Blauw! Kijk, blauw is gezoend. Ja, blauw. Rustig aan, liever. Niet zo schreeuwen alsjeblieft. Kijk, mooi van blauw gezoend. Heb jij blauw gevonden? Ja, kijk hier. Kijk maar. Ja, goed zo. Dat is blauw. Goed zo, schat. Helemaal trots. Oké, het eten is dus klaar. Wij gaan aan tafel en ik hou het voor gezien. Ik ga mijn vlog afsluiten, want het was een bewogen dag met een schreeuwend kleinkind. Dus ik vind het wel eventjes zo. Super bedankt voor het kijken. Heel leuk weer dat je keek. En druk even... duimpje omhoog, heb ik al gezegd trouwens, aan het begin van de video, maar gewoon even nog een keer. En tot de volgende!